Grote stap RGB in Kommewijnen met uitgifte 450 beschikkingen. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer heeft opnieuw een grote stap gemaakt in het afhandelen van aanvragen van grondbeschikkingen. RGB-directeur Leandra Woei typeert de overdracht van ruim 450 grondpapieren ter Richelieu in Kommewijnen op maandag 19 augustus 2019 een grote stap. Zij zegt dat het ministerie voortvarend te werk is gegaan om de burgers in kwestie geen tientallen jaren lang te laten wachten op hun bescheiden. Het is voor ons een hele opluchting wanneer wij een aantal stukken hebben kunnen afronden, want dan weten wij, we hebben weer een groep geholpen, aldus de RGB-directeur. Het gaat om ongeveer 300 personen die ongeveer een jaar terug een volkswoning toegewezen hebben gekregen ter Richelieu en die hun bereidsverklaring in ontvangst hebben genomen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.